We hebben een ander fenomeen met jou, ja. Clarence Seedorf. Hij is voorgedragen als commissaris bij de KNVB. Ja. Johan Derksen, die had er in ieder geval een hele sterke mening over. Clarence Seedorf, raad van commissarissen. Ja, nu is het weer goed, toch? Ja, dat mag je niet zeggen, maar ik denk toch dat het ook te maken heeft met zijn kleurtje. Want dat moet tegenwoordig allemaal, want ze hebben zo'n commissie. Maar raad van commissarissen, er is geen ouder wijf dan Clarence, die overal over meelul. Clarence heeft na zijn voetbalcarrière overal een functie gehad, is nergens geslaagd. Op basis waarvan moet hij dan in de raad van commissarissen om het technisch beleid te controleren van de Kamer? Hij wil zijn ervaringen delen. Wat vind jij, Frits? Nou, ik ben wit, dus ik mag hierover oordelen. Ik vind het, kijk, hij heeft inderdaad, als voetballer is hij fantastisch geweest. Hij heeft 4 Europacups gewonnen, hij heeft overal gespeeld. Hij heeft een mening ergens over, maar hij heeft als coach heeft hij het niet gehaald. Hij heeft dus niet laten zien dat hij een goede coach is. Maar dit is ook geen coach. Hier moet hij misschien coaches begeleiden, moet hij misschien leiding geven aan een organisatie. En hij kan niet ingroeien. Hij heeft ook geen zeggenschap hier, hij is alleen maar bestuurder. Hij heeft zoveel ervaring dat ik vind dat je hem die kans moet geven. En dat hij dan toevallig nou zwart is, ja, wat maakt mij dat uit? En hij heeft wel 86 interlands, hij heeft overal in Europa gespeeld. Als Clarence Seedorf met de KNVB ergens binnenkomt, gaan de deuren open. En dat is ook al niet onbelangrijk voor de KNVB. Maar Johan zegt, het komt omdat hij zwart is. Dat nou, misschien ook wel, ja. Dat kan mij het schelen. Maar Johan zit er omdat hij wit is. Ja, nou, en ik zit hier ook omdat ik wit ben. Of omdat je een goede, sterke mening hebt. Ja. Net als maar ik bedoel, dit is allemaal... hij heeft als voetballer heel veel betekend. En misschien is het heel leuk dat je hem nu via deze functie ook weer in als een soort bestuurder namens ons, namens Nederland, wat kan laten zien en wat kan doen. Hij heeft zoveel voetbalervaring. En laat hem nu maar zien. Laat maar kijken of je het kan. Was Ajax niet beter geweest? Heeft hij ook nog een paar vacatures open? Nee, want hij heeft dus als trainer heeft hij het niet gehaald. Dus dan denk ik ook niet dat hij de goede manager is. Maar hij kan wel goed praten. Hij is een fantastische voetballer. Hij heeft overal een mening over. Ik heb een paar keer met hem in discussies gezeten. Hij weet het altijd beter, maar op een leuke manier. Ja. Hij luistert wel naar je, hij geeft feedback. Ik vind Clarence verdient een functie in het Nederlands voetbal. Hij heeft als trainer niet gemaakt, maar dit is een perfecte functie voor. En laat maar zien. En over 2-3 jaar kunnen worden of hij het wel of niet goed gedaan. Het lijkt me ontzettend leuk voor Nigel de Jong. Nigel de Jong is nu technisch directeur. Nou, die kan heus wel sparren met Clarence Seedorf. Dan zit er in het bestuur iemand waarmee hij wat kan, waar hij op voetbalniveau mee kan praten. Dus ik vind het een leuke keus. En laat maar zien of je het kan. Laat maar zien. We gaan het hebben over Goldband.